Wat willen we nu eigenlijk met ons Schutterspark? De visie Schutterspark die dinsdag door de Raad besproken wordt, geeft daar antwoord op. Een belangrijk moment dus voor de Brunssumers, want jong en oud weet het park al decennia lang te vinden. Gewoon mooi, dicht bij huis. Bomen, natuur, veel leuke mensen die je tegenkomt. Het is een prachtige locatie, in het groen, goed onderhouden paden. Heel makkelijk om te lopen en om te rennen. Dus ik maak er ongeveer dagelijks gebruik van. Een horecagelegenheid, kinderboerderij, minihaven, historische pompgebouwen, een wandelpromenade en nog veel meer. Het Schutterspark heeft de recreant veel te bieden, maar een lijn ontbreekt. En daar moet de visie Schutterspark in voorzien. De visie houdt in dat wij een algemeen toegankelijk park willen hebben voor de Brunssumse bevolking. En waar we dan vervolgens op onderdelen verder gaan met de ontwikkeling. En die onderdelen waar we mee verder willen zijn ook benoemd, maar er wordt nu geen besluit over genomen. En het geld? Dat geld ga ik dan ook per onderdeel vragen. In aanloop naar de raadsvergadering over de visie Schutterspark laat de wethouder ons een paar plekjes zien waar al plannen voor zijn ontwikkeld. De promenade dat moet de zichtlijn worden vanuit het Schuttershuske richting Vijver. En die promenade gaan we in samenwerking met IBA gaan we die opknappen. Dus dat die een betere uitstraling krijgt, wat meer allure krijgt, de promenade. De promenade moet deze zomer klaar zijn. Eerst gaat de wandellaan volledig op de schop. Er komt nieuwe bestrating, er worden bankjes geplaatst en rhododendrons aangeplant. Ook pompgebouw 4 moet flink onder handen genomen worden, wil het op termijn onderdak bieden aan een oorlogs- en mijnmuseum. Dat is eigenlijk de mogelijkheid die nu de voorkeur heeft en dat betekent dat we willen ophalen van welke initiatieven gaan daar plaatsvinden en hoe moeten we het gebouw dan aanpassen. Want het staat er inderdaad niet geweldig bij, dus er zal stevig verbouwd moeten gaan worden als we duidelijk hebben wat we er gaan doen. Dit is het enige gebouw dat buiten de restauratie is gebleven. De eerste 3 pompgebouwen zijn wel gerestaureerd. Ook voor de feesten en partijen die gehouden kunnen worden tegenwoordig en de trouwceremonies en eigenlijk heel veel dingen. Het zal wel nog flink wat werk aan handen hebben. Het zal er niet binnen nu en een maand gerealiseerd kunnen worden. We zitten midden in het park en ik denk voor iedere ondernemer in het park, als dit iets gaat worden wat mensen trekt, dat zal het park ook drukker maken. Dus voor iedere ondernemer in het park zal dit een positieve uitkomst zijn. Dit zijn de hangvennen in het Schutterspark. Daar schijnt bijzondere flora en fauna in te leven. En we willen kijken of we dit gebied kunnen gaan uitbreiden. Dus voor de natuurliefhebber, die moet straks hier zijn? Ja, soorten die alleen op deze plek in Europa zelfs voorkomen.